iedereen die daar reden toe heeft. Nou, gefeliciteerd met uw koning. Ik hoorde dat de koning zijn populariteit steeds dalende is. Mensen ja, die vinden het niet zo'n geweldige koning kennelijk hier in Nederland. Maar goed, daar gaan we het nu even misschien niet over hebben. Oh, een goede morgen. Goedemorgen, Iwan. Goedemorgen, luisteraars. Ja, helaas hebben we weinig tijd, omdat ik te zeer bezig was bij die Koningsdag dan met het radioprogramma. Maar we moeten heel snel efficiënt een paar dingen doornemen. Ga je gang. Nederlandse politiek. Ja, we beginnen de Nederlandse politiek. Bijna dacht ik, droom ik, of is het werkelijkheid, vanuit de Nederlandse regering is gezegd, we moeten meer buitenlandse werknemers van buiten de Europese Unie gaan aantrekken. Waarom? Er zijn op dit moment in Nederland ongeveer 400.000 vacatures. De arbeidsmarkt is krap, zoals ze dat zeggen. Dus er zijn geen, er zijn baantjes, maar er zijn geen mensen die dat werk moeten verrichten. Dus men moet zijn toevlucht zoeken naar buiten de Europese Unie. En toen heeft de regering genoemd, heeft voorlopig 3 landen genoemd. Egypte, Marokko en Tunesië. En luisteraars, ik ben dus al heel lang in Nederland, vanaf de jaren 60. Dus ik heb de gastarbeiders van de jaren 60, 70 meegemaakt. Maar ik heb ook meegemaakt hoe het met die gastarbeiders is verlopen tot vandaag. En nou zie je dat die regering hier precies dezelfde kreten slaakt, dezelfde opmerkingen maakt. Ja, we hebben krapte op de arbeidsmarkt, dus mensen moeten van buiten komen. We gaan ze halen van die landen, Marokko, Tunesië, Egypte. En, maar het is tijdelijk. En toen dacht ik, daar gaan we weer. Dat zeiden ze van de gastarbeiders in de jaren 60, 70 ook, Iwan. Het is tijdelijk, nee, ze gaan weer terug. Zeiden ze ook van ons, ja. Zeiden ze ook van de Molukkers. Kortom, Nederland, maak nou niet die fout. Natuurlijk, ik begrijp best dat je buiten de Europese Unie arbeiders gaat zoeken. Maar ga er niet van uit dat ze hier tijdelijk komen. Ze gaan gewoon blijven. Zoals al die andere groepen ook gebleven zijn. En ga dus een beleid voeren vanaf het begin. Een beleid voeren om die mensen op te nemen in die Nederlandse samenleving. Dat betekent krapte op de arbeidsmarkt, dus je gaat die mensen van buiten halen. Maar er is ook krapte op de woningmarkt, Iwan, luisteraars, in Nederland. Een heleboel mensen kunnen gewoon geen woning krijgen. Starters, jonge mensen. Dus kortom, Nederland beseft heel goed, je gaat dit land alleen maar kunnen behoeden voor Amerikaanse toestanden, wanneer je beleid op alle terreinen, in alle sectoren, een eerlijk delen beleid is. We komen straks bij Suriname ook weer op de Brommetje Jari eerlijk delen beleid. Maar goed. Dus Nederland moet goed oppassen. Maak niet dezelfde fouten als toen. Je moet ervan uitgaan dat die mensen dus gewoon vast komen blijven hier. En dat daardoor dus extra aandacht moet worden besteed aan discriminatie en racisme. Want deze mensen, waar de regering het over heeft, Egypte, Tunesië en Marokko, zijn mensen die behoorlijk gediscrimineerd waren toen en nog steeds zijn. Net als wij, Afro's en andere etnische groepen, colored people. Ik zeg altijd liever colored people. Dus kortom, iemand luisteraars, ik ben zeer benieuwd hoe men dat gaat doen. Een enige verschil tussen toen gastarbeiders en nu is, toen ging het om ambachtelijk werk, handwerk, ongeschoold werk. En nu gaat het vooral om zeer geschoold werk in de IT-sfeer. Dat is het enige verschil. Dus daar zou je een beetje kunnen van uitgaan. Mensen spreken ook Engels in het algemeen. Daar gaat men op selecteren.
dat die problemen van toen, laaggeletterd, niet zullen spelen. Maar de overige problemen, de huisvesting, de integratie, de discriminatie, racisme, dat moet geïntensiveerd worden. En ik ben blij, Iwan, luisteraars, dat ik gelezen heb dat de diaspora Surinaamse Joyce Sylvester, plaatsvervangend nationale ombudsman, dat Joyce Sylvester benoemd is in een staatscommissie, adviescommissie aan de regering, discriminatie en racismebestrijding. Ik wens er geweldig veel succes, er is heel veel werk te doen, want eerlijk delen, ik ga die term heel vaak gebruiken, Iwan, ik heb het in het verleden ook gedaan, eerlijk delen is de enige manier om een leefbare samenleving, niet alleen nationaal, maar ook internationaal, met elkaar te maken. En daarom ook mijn voorstel, Sylvana Simons heeft dat besproken met de coördinator racisme en discriminatiebestrijding, Baldeusien. Mijn voorstel diversiteitssterren voor bedrijven en instellingen, dus binnenkort heb ik daarover een gesprek met meneer Baldeusien. Dus Iwan, kan niet anders, krappe arbeidsmarkt Nederland, dus je moet de mensen van buiten de Europese Unie halen. Maar hou rekening met het flankerende beleid, zoals men dat noemt, het beleid eromheen. Dat moet eerlijker zijn, eerlijk delen zijn. Anders krijg je Amerikaanse toestanden, ghettovorming en noem maar op. Zoals we dat in Amerika hebben en ook zelfs in Frankrijk de banlieues hebben. Dus we zijn gewaarschuwd. Iwan, de oorlog in Oekraïne. Ik val soms van de ene verbazing in de andere verbazing. Dat is namelijk het geval. Poetin is gewoon heel brutaal en valt gewoon de Oekraïne binnen. Hij wil gewoon hele delen van de Oekraïne, eigenlijk de hele Oekraïne wil hij weer inlijven bij de Sovjet-Unie van vroeger. Ik heb eerder gezegd in de uitzending, Iwan, luisteraars, Poetin kan het nog steeds niet verwerken dat de Sovjet-Unie is mislukt en de Europese Unie bloeit en groeit en steeds groter wordt. Dus, als het niet goed schikt kan, denkt Poetin, dan maar kwaad schiks. En nou komt mijn verbazing. Het Westen, zeg maar Europese Unie-Amerika, zijn direct begonnen met sancties. Heel goed. Alleen, wat men niet heeft meegewogen, dat is, Rusland is niet alleen afhankelijk van het Westen en Amerika, een beetje, minder van Amerika, maar vooral West-Europa, Europese Unie. Rusland is afhankelijk voor zijn economie van eigenlijk de hele wereld. En nou verbaast het mij dat de EU en Amerika sancties getroffen hebben en de rest van de wereld niet. En die worden ook niet opgeroepen door de Europese Unie en Amerika, de rest van de wereld, ook boycott, economische boycott van Rusland. Want, Iwan, luisteraars, president Poetin gaat alleen maar een toontje lager zingen wanneer direct in zijn land de bevolking gaat voelen dat het bergafwaarts gaat bij alles wat ze gaan doen. Dus een totale boycott, niet alleen van de Europese Unie en Amerika, maar van de hele wereld, moest de inzet zijn van Amerika en Europa. Boycott niet alleen door Europa en Amerika, maar ook boycott door Zuid-Amerikaanse landen, boycott door Aziatische landen, boycott door Afrikaanse landen. Alleen dan gaat Poetin het direct, vrijwel direct merken in alles wat er fout zal gaan dan in Rusland. Dus het verbaast mij dat, dat men maar eenzijdig bezig is. En ik hoop dat men heel snel het zal verbreden, de economische sancties naar Rusland toe. Afname van niet alleen gas, maar van een heleboel andere economische goederen en diensten.
aan Rusland. Want ze hebben nou wel die oligarchen en die vriendjes van Poetin geboycott met geld in beslag nemen, dure jachten aan de ketting leggen. Maar die voelen het echt niet, die rijke vriendjes van Poetin. De bevolking voelt het. En dat moet geïntensiveerd worden, dat de bevolking dat voelt. Anders gaan we niet uitkomen. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov van Rusland heeft al geroepen. Hij sluit niet uit dat er een derde wereldoorlog komt. Nou, ik moet er niet aan denken, Ivan, luisteraars. Ik ben principieel tegen geweld, dus ik moet er niet aan denken. Maar dat kunnen we alleen voorkomen als we die andere sancties, economische sancties, economische boycott, intensiveren. En dat kan alleen als niet alleen de EU en Amerika, maar ook de rest van de wereld scherpe sancties tegenover Rusland invoert. Met name, bijvoorbeeld, een voorbeeld te geven, de Arabische landen, olielanden, OPEC-landen, die zouden kunnen zeggen, iedereen stopt gelijk met gas uit Rusland. We hebben eigenlijk drie dingen, hè? We hebben steenkool, we hebben gas en we hebben olie. Dus kortom, stoppen met Rusland, dan gaat Rusland wel snel op de knieën, omdat de bevolking van Rusland dan druk gaat uitoefenen tegen Poetin en zijn vriendjes. En dan is het gewoon afgelopen met die oorlog. Ja, nou, mag ik heel eventjes horen? Ja. Ik weet het niet. Het is tegelijkertijd een vraag. Denk jij inderdaad dat Rusland gaat luisteren naar die westerse landen? Wat Rusland gaat doen, denk ik, dat is zeggen, jullie zijn allemaal, hoe noemen we dat, net zoals de Oekraïne beschuldigen. Kapitalisten, nazi's. Van nazi's. Ja. Dan zou die Russen die zou gewoon zeggen van ja, die Afrikaanse landen, en ja, al die andere landen die daar meedoen, dat zijn ook nazi's. Kijk, ja, we kunnen voilà, natuurlijk van Rusland alles en nog wat zeggen. Ja. Maar Rusland is van de, zeg maar, de modernere landen, mm-hmm, een van de weinigen die gedaan heeft aan slavenhandel enzovoorts. Wat voor reden zouden Afrikaanse landen en andere niet-westerse landen hebben om tegen Rusland in te gaan? Ik bedoel, de westerse landen, dat ja, zijn de meest banale landen geweest tegen dat soort Afrikaanse en Aziatische landen. Dus ik denk dat die Afrikaanse landen minder te duchten hebben van Rusland dan het Westen. Ja, ja, maar dat denken ze, dat is kortzichtig gedacht, Ivan. Want luister, we koersen af op een, Lavrov heeft het gezegd, minister Buitenlandse Zaken van Rusland, we koersen af op een derde wereldoorlog. In een derde wereldoorlog heb je alleen verliezers, ook de Afrikaanse landen. Dus vandaar mijn opmerking kortzichtig. Je moet goed zien, als jij nu niet joint, de rest van de wereld, de Amerikanen en de Europeanen, in de boycott naar Rusland toe, als je nu niet joint, zou het wel zo kunnen zijn dat straks ook jouw economie helemaal kapot gemaakt is door de oorlog. En dat is politiek. Politiek is een kwestie van keuzes maken. En wil je een derde wereldoorlog voorkomen, dan moet je zorgen dat je met economische, vreedzame economische middelen, diplomatie, Poetin onder druk zet. Alleen dan, en die druk moet effectief zijn, die moet snel zijn, en die is het snelst en het effectiefst als de rest van de wereld, als één blok, Poetin onder druk laat zetten door zijn eigen bevolking. Dat is mijn kijk op de situatie, want een derde wereldoorlog, ik kan het bijna niet uit mijn mond krijgen, dan bestaan wij allemaal niet meer zoals we bestaan. En dat moeten we voorkomen. En vandaar dat ik eigenlijk zou willen zeggen, de rest van de wereld, blijf niet kortzichtig kijken naar aspecten die ook belangrijk zijn, zoals jij net noemt. Maar er is altijd één doel. En dat doel moet altijd zijn rust en vrede in de wereld. Maar goed, dat staat jouw standpunt heeft alleen maar te maken
met wat met het Westen gaat gebeuren, omdat wij ook in het Westen wonen. Ja, dus, nee, maar ook de rest van de wereld. Met de kernoorlog is de rest van de wereld ook bij betrokken, iemand. Echt. Dat is wat dat betreft, is iedereen het erover eens. En als je Poetin zijn gang laat gaan, lopen we een gigantisch risico. Niet terugvechten, wat mij betreft, maar economische, diplomatieke, economische boycott. En die is het meest effectief als de rest van de wereld tegen Poetin zegt, nu ben je één stap te ver gegaan. Ik ben het eens met de opmerking die jij maakt, Iwan, over de slavernij, de geschiedenis en het kapitalisme. Helemaal eens. Maar we hebben het niet over to be or not to be. We hebben het nu over, moet de wereld een kernoorlog riskeren? Ik denk het niet. Maar dan moet de wereld ook solidair daarin zijn, in de sancties, niet militair, economisch boycott, naar Rusland toe. En dan gaat de bevolking van Rusland Poetin zelf op de knieën dwingen. Maar goed, we zullen het zien, Iwan. Iwan, ons geliefd Suriname. Iedereen zit te wachten, volgens mij jij ook, Iwan, wat die reshuffling, die president Santoki heeft beloofd, gaat voorstellen. En ik vond het al een beetje raar dat minister Ramdin daar mededelingen over deed. Want minister Ramdin is ook een van die 17 ministers die geëvalueerd moet worden. Om te kijken wel of niet reshuffelen. Maar dan komt hij het verhaal vertellen. Dan denk ik al, hoe kan het dat een minister, die ook geëvalueerd moet worden, met het verhaal komt alsof hij de president is. Of de vicepresident is. Dit had de vicepresident moeten doen en niet meneer Ramdin. Mijn probleem met de reshuffling is, Iwan, luisteraars. Er zijn twee ministers, Ramdin, Bibis en Achaiber Singh Financiën, die hebben twee keer achter elkaar gigantische democratische parlementaire doodzondes begaan. Ze hebben twee projecten opgestart, New Servant NV en het tweede project HPSG Waterstoffabriek. Beide projecten zijn complete mislukkingen geworden. En het ergste van beide projecten, zoals ze zijn aangepakt door die twee ministers, het ergste is, ze hebben het parlement, het hoogste orgaan in Suriname, in de democratie, ze hebben het parlement gewoon links laten liggen. Het parlement niet betrokken vanaf stap 1 bij wat ze gaan doen, hoe ze het gaan doen, waarom ze het gaan doen, wat het gaat kosten, welke opzet, structuur. Ze hebben het parlement links laten liggen. Dat is een doodzonde in de democratie. Dus deze twee ministers, Iwan, luisteraars, hadden al lang moeten bedanken, als ze echte democraten zijn, of worden ontslagen door de president. Maar dat is niet gebeurd. En dan komt het grote probleem waar de president een beetje voor zich uitschuift. Iedere andere minister die de president wil gaan ontslaan of reshuffelen, gaat tegen de president zeggen, hé, ik heb niet zulke ernstige fouten gemaakt als Ramdin en Achaiber Singh, twee keer achter elkaar. Dan ga je mij reshuffelen en dan laat je die twee grootste zondaars, tussen aanhalingstekens, zitten. En ik ben benieuwd wat president Santoki tegen die andere ministers gaan zeggen, als ze zo reageren naar de president. En dat zullen ze natuurlijk publiekelijk doen, dus de bevolking zal daar ook mee kunnen horen. Neem bijvoorbeeld mevrouw Walden, Saskia Walden, minister van Economische Zaken. Die werd genoemd, volgens mij door meneer Ramdin, die moet weg. Alleen wat meneer Ramdin er niet bij zegt, is, Ramdin heeft van de president vanaf het begin gekregen, naast buitenlandse zaken, elk land heeft een minister van buitenlandse zaken, heeft Ramdin erbij gekregen, international business en internationale betrekkingen. Dat laatste vind ik overbodig. Buitenlandse zaken, dat is internationale betrekkingen, dus dat hoef je niet opnieuw te noemen. Maar wat ik wel, waar ik de president van tevoren gewaarschuwd heb ervoor, door aan buitenlandse zaken toe te voegen, international business. Iwan,
als één minister international business krijgt, dan gaat die minister voortdurend stoorzender zijn, zeker bij drie andere ministers. Namelijk bij de minister van Economische Zaken, bij de minister van Handel en Industrie en bij de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij gaat doorheen fietsen, die minister van International Business, en dat is precies wat meneer Ramdien de afgelopen 2 jaar heeft gedaan. Dus als die andere ministers die ik net noem, maar ook andere dan die drie, last hebben gehad van Ramdien, minister van Internationaal Business, dan gaan zij natuurlijk nu opkomen en tegen de president zeggen, ja maar mij ga je niet reshuffelen. Dan laat je die brokkenpiloten, notoren brokkenpiloten, Ramdien en Achaiber zien, die laat je zitten, die hebben mij gestoord in mijn functioneren, en dan ontsla je mij en dan laat je de veroorzakers zitten. Overigens heb ik nooit begrepen waarom de president, op basis waarvan de president Ramdien internationaal business heeft gegeven. Want Ramdien is een sociaal geograaf. Ramdien heeft geen enkele wapenfeit op zijn naam staan. Economisch, financieel, monetair, bedrijfsmatig. Absoluut niet, voor zover ik weet. Dus logisch dat alles wat hij doet op dat terrein, internationaal business, mislukt. Dus kortom, Ivan, dat wordt een moeilijk verhaal voor de president. En de vicepresident hoor ik ook niet. Volgens mij is dat tussen die twee ook al heel moeilijk. Want je weet nog, vicepresident Brunswijk heeft gezegd, er wordt geen enkele ABOP-minister gereshuffeld. De president heeft daar nooit op gereageerd. Dus laten we nog even wachten, Ivan. Laten we kijken wat dat gaat opleveren. En tenslotte, Ivan, het heikele punt waar ik ook, Ivan, ik word soms zo moe van onze politieke leiders. Overstromingen in Suriname. Als kleine jongen heb ik het meegemaakt, voortdurend overstromingen in Paramaribo. En ik heb gaandeweg, toen ik ging studeren, gehoord, Suriname, hou rekening mee, klimaatverandering, je gaat veel meer wateroverlast krijgen, overstromingen krijgen. Jullie moeten hoger gaan bouwen. Jullie moeten hoger gaan bouwen, dus huizen op hoger gelegen gebieden. Ik was tussen 2000 en 2005 adviseur van de consul-generaal Edward Braafheid in Amsterdam. Op een goed moment kwam president Venetiaan terug uit een Afrikaans land. Ja. En een aantal studenten van de Technische Universiteit had een onderzoek gedaan in Suriname over wateroverlast in het binnenland. En die wilde een rapport aanbieden aan president Venetiaan. Maar ja, president Venetiaan had het heel druk. Maar we zijn aan het einde gekomen, over. Oh jee. In ieder geval, er is nooit iets gebeurd met het rapport van Glenn Wijs junior. En dus Suriname heeft de wateroverlast te wijten aan het falen van de politieke leiders. Okay. Dat was het. Helaas. Goed, ik wil je heel hartelijk dank zeggen. Abo, Iwan, graag gedaan. Ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren naar het programma. Oké, brasa voor de luisteraars. Dit programma betreft van Damsko weer bij u op vrijdagavond via Salto. Tamboem en een fijne dag verder toegewenst. Oké, bye.